Ik kon het niet plaatsen. Ik kon niet plaatsen dat ik dat was. Toeters en bellen met een pruik en met die dansers, met die band, met die lichtshow, met die confetti. Ik kon het niet plaatsen. Nou, succes allemaal, lieve mensen. Ja, we beginnen zo even met... Met een intro-nummer. Een mooi intro-nummer. Ja, met een hele twiste viool. Oh, dat vind ik heel mooi. Een beetje Schindler's List-achtig. Ja, dat is wel een beetje mijn mood van vandaag. La, 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 la. Nee, dat is geen Schindler's List. Dat is Erik Satie. De laatste symfonie van mijn show. Zie je? Ik ben het helemaal kwijt. Oké, we beginnen dus met dat Fred komt aanlopen. Oh, ik zit helemaal. Ik zit, oh ja. Nee, dat is waar. Nee, dat is zo. Ja. Wat zal we hebben? Ja? Ja, precies. Dan willen we ook nog heel even dat jij... Nee, een touch-upje doet. Weet je wel? Is dit goed? Dit wilde je toch? Ja. Oh, vreemdje. 14 februari 2019, toen hadden we een soort proefverkoop voor zijn reprise show. En binnen een halve dag hadden we iets van 45.000 kaarten uitverkocht. Het hele theatersysteem was gecrashed. Toen dacht ik ook, nee, maar Fred kan meer. Maar niet alleen vanwege de kaartverkoop, de ideeën die hij had en heeft. Dus dat is zoveel dat het gewoon niet meer past in een AFAS, maar gelijk... Ahoy, voor mijn part gaat hij naar de arena. Maar goed, je moet stap voor stap. Zo heel grappig, ik stond in een theater. Ik weet niet meer welk theater het was. Ik was met Connie, mijn manager, en Sheila Visser. Daar stond ze achter de coulissen. 1 minuut voordat het opging en zegt ze... Fred, ik heb een idee, we gaan naar Ahoy. We gaan Fred en Friends doen. En Connie stond erbij en ik. En ik dacht, oké, ja, gaan we doen. Als je het niet erg vindt, ga ik nu even een showtje draaien. En eigenlijk is dat was de geboorte van Fred & Friends. Nou. Jezus. Oh, wauw. Ja, dan gaat het bij mijn raad denken. Oh, maar dan kan alles. Hè? In mijn gedachtegang kan alles. Maar zo is het eigenlijk begonnen. Goed zien, ja. Jezus, mooi hè? Vriend. Kijk uit hè? Ja, ik wou net zeggen, het enige wat ik was vergeten te zeggen, maar je moet wel naar de kapper. Oh ja, nee. Ik ben naar een kappertje geweest. Hey, hi. Arnold. Hoi. Aangenaam, hoi. Arnold. Arnold. Aangenaam. Ja, goed. Wakker geworden? Ja, ik heb wel slecht geslapen, maar er was zoiets anders. Maar ja, ik voel me gewoon, ik had zoiets van, nu moet het gewoon beginnen. De ballen hangen. Ja, de ballen hangen, hè. Hey. Het is zo'n bizarre tijd geweest. 2019 op mijn verjaardag, 18 september, gingen we een kaartverkoop. En dan zouden 2020 in Ahoy staan. Het wordt weer een en al ellende. Dus hou het nieuws uit. Dat is echt de allerbelangrijkste tip van mij aan jullie. Ik kan het ook wel kijken, hoor, maar dan weer een kutdag. Dat is geen. Ik zag in mijn agenda, stond er vandaag poging 3, Ahoy. Zo stond het al in mijn agenda, zo vaak hebben we moeten verschuiven. En als je erover nadenkt, zouden we nu eigenlijk al bezig zijn met de derde keer dat we Ahoy in zouden gaan. En dan starten wij vanaf 2 uur met de repetities op het podium. Dan beginnen we met de opening. Jongens, ik pak allemaal even het schema, ligt ook voor het productiekantoor. De repetities gaan onder leiding van Richard en Bart. Richard praat in de microfoon eigenlijk over het hele, over de PA heen. En zij stemmen samen af met alle disciplines of iedereen goed gaat of wat er nog meer nodig is. En die is even belangrijk, ook dat hazesblokje, want dat zien we vanmiddag voor het eerst met Do en Ronald. Het leven is niet perfect. Het gaat nooit perfect worden. We streven het na. Jij ook. Maar de Benga Boys moeten wel vanavond je denkt jezelf. Jongens, even centraal. Benga Boys en audio, ook ons. Ja, heerlijk. Kijk, meid, hier leggen ze. Gelukkig zijn ze allemaal binnengekomen. Ja. Tijd. Die heb ik even stiekem opgedaan. Ja, tuurlijk. Ja, toch? Kijk, dit is mijn grootste fan.
Maar ga je helemaal in drag, de hele show? Ja, nee. Ik ga in mijn make-up blijft. Dat kan ik er niet afhalen. Als je kruis op nou, ik denk, heb je zien, in 10 minuten heb jij het eraf. Hè? Ja, maar dan moet het er ook weer op. Dat kan niet. Want nee, ik doe drie acts in drag. Dus ja? En daarna ben ik gewoon wel make-up. Doe ik mijn haar gewoon strak met gel naar achteren. Gel, ja. En dan heb ik gewoon een zwart pak aan, sneakers. Oh, leuk. En hallo, it's my party, so I wear make-up if I want to. Heel goed. Maar... Doe jij toch ook wel eens? Bruine meid dat je er bent. Helemaal. Ja. Mykonos, alles. Heerlijk. Ibiza, alles. Oh, maar deze, kijk naar Daan. Oh, meid, hoe dan? Nou, als je het panty op, dan kan je heel goed zien met welke dokter je gaat. Ik doe helemaal niks aan mezelf. Nee, maar ik doe vitamine boosters. Ja, ik doe vitamine boosters alleen. Ik doe verder niks hoor. Nee, precies. De behandelingen maar, toch? Helemaal ja, nooit. Nee. Het is gewoon puur natuur. Oh, beelden. Doe jij wel iets te zijn zelf? Nee. Nee, dat doen wij toch niet? Nee, maar ik heb geen type voor je. Nee, helemaal niet. Nee. Dus iedereen denkt, oh je gaat in drag omdat je drag race hebt gedaan. Nee, meid. Omdat ik dat al had in alle nummers, de hele show zoals die is, had ik in 2019 al bedacht. En eigenlijk zijn er een paar aanpassingen geweest along the way. Maar ik wist al, oké. De inloopmuziek, dat moet gewoon up zijn. Mensen moeten gelijk al in de sfeer komen. Maar elk nummer wat gedraaid wordt aan de voorkant van de show, mag niet in de show voorkomen. Dan is er een complete blackout. Ahoy gaat op zwart. En dan moet er een filmpje komen, had ik bedacht, dat je dan een stem zal horen. En zo'n polychroon journaalstem. En had ik meteen in mijn hoofd wie die stem zou moeten doen. Het is Fred and Friends. Danny Rook kan waanzinnig zo die stem doen. Het is een jaar of drie geleden. Nou, helemaal kan die fantastisch. Ik zal dat moet Danny Rook inspreken. Volk van Nederland. Het is 1 januari 1976. Elke vergadering weer. Ik zeg, jongens, dan moet er... confetti-kanonnen af worden gespoten met witte streamers, witte slierten. Dat is sperma. Want elk begin begint met zaad. Ja, jij was zaad, jij was zaad, jij was zaad. Iedereen was zaad. Dan zie je op de grote beelden een spermacelletje. En dat spermacelletje wordt heel langzaam mijn gezicht. En het spermacelletje begint dus op 1 januari 1976. Dan hoor je de muziek wat allemaal in januari op nummer 1 stond. Dan ga je naar februari. Wat stond er in februari op nummer 1? En wat stond er op nummer 1 in de Vaderlandse hitparade op 18 september? 18 september, de dag dat ik geboren ben. Dancing Queen van ABBA. Je gelooft het niet, maar het is echt zo. 14 jaar later in hetzelfde huis. En dan komt er een jongetje opgelopen. En dat jongetje moet dan kleine Fred spelen. En die komt aangelopen op zijn blote voetjes in een soort mini-Fred outfitje, zelfde haar een beetje, spijkerbroekje, gobertje. In het midden van het podium staat een verkleedkist. Dat staat ineens bam in een wit helder licht. Die klapt die verkleedkist open en dan graait hij in die verkleedkist, haalt hij allemaal jurken uit en dingen. En dan pakt hij een paar hakken. Nou, die hakken die staan symbool voor mij, want ik doe natuurlijk heel de theatershow op hakken. En dan precies op de beat van da-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 
En dan komen de zoeklichten en dan begint de show van Diana Ross. Set me free, why don't you babe? Get out my life, why don't you babe? Waarom nou die Diana Ross show? Nou, die Diana Ross show die doe ik al heel lang. Onder andere op de bruiloft van Caroline Tensen, op de bruiloft van Jaap Rendy, goede vrienden van mij, op een feest van Bas en Nicolette. Dus die show, die kan ik dromen. Dus ik zeg tegen Tjeerd, hij zegt, nou, dit is een opening van Diana Ross. Ik zeg, ik wil je even naar luisteren. En hij zegt, het is eigenlijk wel een goede show. Ja, als drag queen, ja, mensen komen voor jou. Ik zeg, nou, it's my party, I dress up if I want to. Hallo, we gaan dit gewoon doen. Het was ook niet een vraag, hè? Het was een opmerking. Ik ga Diana Ross doen. Want dat had niemand van mij bedacht. Omdat niemand mij ooit als drag queen had gezien. In 2019. Hoe toevallig is dat ik in 2020 en 2021 Drag Race presenteer. Oi, 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 ja, en ik zie jullie al kijken. Wie is dat? Wie is die gozer met die pruik op? Ik ben het echt, Fred van Leer zelf. Mijn vader zat gisteren in de zaal. Je hebt denk ik 20 minuten naar iemand zitten kijken van wie het is, wie het was. Ik ben het zelf. De show moet door, hè? Ik kan me blijven lullen, net als nu. Maar de show moet door. En wie komt er naar mij? Waar komen de mensen allemaal voor? Hallo, voor de one and only, incredible intergalactic superstar,
Anita Meijer, want die is in het jaar dat ik geboren ben, 1976, uitgeroepen tot beste zangeres van Nederland. Het moet zo zijn. En ik ben fan van Anita. En als er toch iemand sloepzuiver nog steeds zingt en een fantastische artiest is, is het Anita Meijer. Oh, what a night. Late December back in 63. What a very pleasant time for me. I remember what a night. Oh. Wie moet in welke volgorde? En dat doe ik niet alleen. Dat heb ik met Cheertje. Oké, welke afwegingen maak je? Nou, Anita Meijer, als je daarmee gelijk begint, ja, de mensen die houden van haar. Ik ken niet zo heel veel mensen die zo uiteenlopend dingen mooi vinden. En dat varieert dan van volkse dingen, ik noem maar wat, van Litouwse dance dingen tot musical dingen, tot filmische dingen, tot... Het maakt niet uit. Voor hem zijn de artiesten die hem raken, zijn de basis. En hij kwam eigenlijk wel met Anita Meijer en Litouwse als eerste. En dat is natuurlijk sowieso voor mij ook een grote eer om mee te werken, omdat ik ook als jonge jongen al heel erg in die tijd opkeek tegen dat soort grote artiesten. Dus het is ook zo'n show maken met Fred, die als creatief brein al dat soort artiesten aan boord krijgt. Ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch om mee te maken. Dat vond ik een heel mooi compliment van Tjeerd. Dat hij dacht, ja, maar what the fuck, je hebt hele goede ideeën en je bent muzikaal. En ik vind het heel leuk om op dat daadwerkelijk op het podium te staan. Maar het creëren vind ik misschien nog wel toffer. Heartbeat. Oh ja, jullie zijn er. 1, 2. Hoe is het? Goed. Heb je zin in? Ja. Ziet er niet normaal uit? Nee, het is echt bizar. Ja. Ik ben heel gelukkig. Yes! Drie jaar! Eindelijk! Niet normaal, hè? Ja. Zo blij. Ik ga hem straks zeggen. Vriendin. Mm-hmm. Naar buis gaat. Wat heerlijk. Oh, hier zit jouw... Ja, wij gaan nu repeteren ergens anders. Hey. Hoe gaan jullie? Ja, goed. We zijn lekker niks aan het doen. Ja, heerlijk, toch in het zonnetje. Ben jij goed? Ja. Het is gewoon just a normal Thursday, toch? Ja. We gaan gewoon erom. Kom ik even bij. Ga eerst even heel erg aanstellerig doen en dan... Fijn dat jullie er zijn! Hup, hup! Hoi allemaal! Je moet daar naar binnen. Hoi! Ik ben met Emily. Hoi! Ik ben nat. Is je erin? Ja. Stem is er? Ja. Dan gaan we rocken, meis. Heerlijk. Lieve vriend, wat fijn dat je er bent. Godverdikke, we zitten er fantastisch uit, man. Fijn, man. Zo laat ik naar mijn bril. Ja, die heb je op je hoofd. Oh. Ik was naar mijn bril op zoek, maar die had ik al op mijn hoofd. Ja. Leen is van de grapjes. Hey, we gaan moppen tappen, toch, vandaag? Maar achter de schermen, niet op het podium. Oké, okay, jongen. Heerlijk. Ja. Ga je hem doen nu? Ja, we gaan hem doen. Dus we pakken het eindje van je Enzo en daarna een voice over zo'n vet. Komt ie aan. Dat was echt een nat, maar sorry. Lieve mensen, mijn grote... Ik zeg jij, je gaat. Lieve mensen, een grand applaus voor Emily fucking Brown met je bek. Emily Brown. Heel veel mensen denken misschien, wie is Emily Brown? Emily Brown is al 100 jaar een vriendin van mij. Die komt altijd met kerst bij mij en dan zeg ik je mag komen, maar dan moet je wel zingen. Oké, okay, we zijn dus bij mij thuis en Emily Brown wil dus geen nummertje zingen. Nee. Robin, ik kan echt niet. Ze wil niet zingen. Ik ben jouw oude manager en je gaat zingen. Als je niet zingt, is het klaar. Is klaar. Emily fucking Brown. Die hele Ahoy had hun lampje aan. Dat was exact wat ik voor ogen had. Zo, die had ik nog niet gezien.
Oh, zo lief. Van wie is het? Het is van Emily. Emily Brown. Van zingen in jouw woonkamer naar het grootste live-optreden voor mij so far. Ik wil je vanuit de grond van mij bedanken voor deze ultieme core memory die ik samen met jou mag maken. We zien elkaar minder vaak dan ik eigenlijk zou willen, maar dat mag niet baten, omdat de liefde echt is. Je werkt zo ontzettend hard voor alles wat je wil bereiken en daar kijk ik ontzettend naar op. Jeroen van de Boom, die moet er ook in. Waarom? Jeroen is al zo lang, zijn we vrienden. Ik heb jarenlang heb ik zijn styling gedaan. Waar hij ook komt, en of het nou je muziek is of niet, als hij dat nummer inzet, die zaal gaat uit zijn voegen. En Jeroen is ook, dat is gewoon een showman. Dat is, die komt op en iedereen gaat los. En dat was heerlijk. Het was echt heerlijk. En hij had een toppersjasje aan, speciaal voor mij in de glitters. Dus ja, top. Dit is de tekst van de Vengaboys hier. Up and down. Up and down. En up and down. Up and down. Up. Hij moest optreden op een bedrijfsfeest. Hij zei, joh, wil je ook komen? Nee, bedrijfsfeest. En nou, ik daar naartoe. Is zijn make-up gedaan. En wil je me dan ook aankondigen? Nee. Oké, okay. Nou, er was echt geen hond in die zaak. Het was echt, niemand paid ook attention, niemand keek, maar goed. Dus ik ging hem aankondigen als Tina de ontstoken speklap, want dat was zijn naam die hij op dat moment daarvoor had bedacht. Hier is Tina de ontstoken speklap! En hij komt op met dat hoge haar en dat hele gewaad. Ik vond laatst die beelden weer en ik liet het hem zien. Ik zei, besef jij even, je staat nu in een fucking Ahoy. En hier is het allemaal mee begonnen, met deze beelden. Ik heb jarenlang in het nachtleven gewerkt. Nou en Wauw, onder andere Maastheater, hier allemaal in Rotterdam. En dan kreeg ik een zondagavond en zeg, doe jij maar de entertainment. Zeg, verzin het maar. En ik werd vrijgelaten. En dat is het, als je me vrijlaat. Dan kom ik tot bloei. Make some noise for the Benga Boys. Ja, Benga Boys, waarom? Ik ken ze al 100 jaar. Robin en Denise zijn echt hele close vrienden van mij. Die moesten er gewoon bij. Het is Fred and Friends. En heel eerlijk, het is een van de grootste Nederlandse exportproducten ter wereld altijd geweest. En waar je ook bent, al vind je de muziek vreselijk, je hebt een sappie op en je hoort boom, boom, boom. Ze breken de tent af. Ik heb altijd gezegd, je moet de Venga Boys met een waanzinnig nummer naar het Eurovisie Songfestival sturen. Geloof me, dan gaan we winnen. Even hard beuken, 10 minuten. Kunnen daarna weer in de rust. Met het Cilia. En dat is grappig, want at Cilia heb ik ooit het nummer I Will Survive. Eigenlijk, als je het nummer I Will Survive, als je dat zegt, I Will Survive, nou, dan krijg ik heel veel mensen braakneidiging. Het is zo'n commerciële, uitgemolken hit. Maar als je goed luistert, is het een fantastisch mooi liefdesnummer. Dan zie je eerst mij, en dan hoor je de stem van at Cilia. Dan denk je, wat, ik hou van de vervreemding. En op een gegeven moment komt, na een bepaalde tijd, komt het Cilia van de trap af. En dan zouden ze het nummer samen doen, ook gerepeteerd met Gerald, met dansers. En ja, dat moest het zijn. En het trekken van het nummer, van mensen denken, oh, nu komt dan die... Nee, nog niet. Nu komt dan die... Nee, nog niet. En als dan, bam, die beat erin komt met al die dansers, ja, dan vlamt het. Sorry for myself, I'm free again.
Blackout, einde blackout. In 2019 stond ik in het Beatrix Theater in Utrecht en toen heb ik Mart Hoogkamer aangekondigd. In 2022 kon ik Mart aankondigen en als Edison-winnaar. Want die gast heeft natuurlijk in coronatijd heeft hij zo'n spurt gemaakt met dat prachtige nummer op het strand dat hij toen gezongen heeft. Maar natuurlijk ook met Ga zwemmen bij Bacardi Lemon. Maar ik ken hem van bij Willy Alberti dat hij een aantal nummers zong. Helemaal als Willy Alberti. En dan zong hij Volare. Maar we hebben ook nog een verrassing. Want ik heb ook nog een artiest die we nog niet hadden aangekondigd, maar die ik al wel lang geleden had geboekt. En dat is Do. Dus toen dacht ik ineens, wat nou als we Mart, Jeroen van der Boom en Do bij elkaar gooien. En die gaan dan een Hazes medley doen. Want Hazes is de basis voor mij. Ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me aan, weg iets me vol. En dan komt Do op en die gaat dan Hij gelooft in mij zingen. Die ene is echt zo heel poedig geel. I love, ja, I love it. Ik denk dat het heel mooi is. Want er zit, ja, je ziet de visuals helemaal niet, maar het is het, ook al die kleuren komen voorbij. Dus ook dat geel, dat is zo fantastisch. Ja. Ja, dus je moet straks maar even advies geven. Kom even langs je kamertje. Ja. Maar we houden wel de deur open. Dat je dus niet alleen de ster bent, maar ook de stylist. Nog steeds de stylist blijft. Nee, sorry, dat gaan we niet doen. Ik playback je wel. Ja. Mijn jurk is mooier, dus... En als zij dat zingt, krijgt zij het voor elkaar om die hele Ahoy stil te krijgen. En dat gebeurde. Dat gebeurde. Zij gelooft in mij. Hij gelooft in mij. Het is echt ongelooflijk, want ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Want het gaat echt alle kanten op qua stijltjes en zo. Maar er is zo'n bijzondere sfeer hier, in de zaal, backstage, echt overal. En dat is wel echt een gift die Fred heeft om mensen met elkaar te verbinden. Doordat hij zichzelf heel kwetsbaar opstelt, geeft hij eigenlijk anderen ook de ruimte om heel erg zichzelf te mogen zijn. En ik vind dat echt zo mooi. De hele boodschap van vanavond, gewoon het inclusieve. Ja, dat is echt hartverwarmend. Dus ik ben echt ontzettend aan het genieten. Het klopt allemaal. Het is echt een beeld. Ik ben gewoon trots op je, man. Kom hier. Dankjewel, man. Echt goed. Ja, lekker toch? Ja, zeker. Ja, is het bij jou? Ziet er zo fantastisch uit, Bas. Hoe klinkt het bij jou? Je oortje? Ja, niet normaal. Fantastisch. Nee, maar ik zie morgen de show niet. Dus nu kan ik af en toe uitzoomen. En die visuals. Ja? Oh. Ja? Ik heb natuurlijk geen idee, jong. Nee, maar dat is het. Ik eigenlijk ook niet. Maar nu, dat is fantastisch. Maar ook dat moment met Lee. Ook zag dat je dat ze inzoomen op die hand. Dat ze hand vastpakt. Ja? Ja, het is gewoon mooi. Deze mensen kende ik allemaal niet voor mijn show. Ik wist wat ze deden. En ik denk, als ik daar nu over nadenk, ik zeg dit nu, er zijn geen ego's geweest. Iedereen was goed, niemand hoefde zichzelf te bewijzen. Ik denk dat ik degene was die zichzelf het meest moest bewijzen bij al die mensen die al duizenden shows hadden gedraaid. En die hadden allemaal misschien zoiets van, nou, hè, wat gaat het worden? Maar het stond. Allereerst wil ik jullie bedanken voor een absurd goede show gisteren. Niet normaal, de generale was fantastisch. En dan staan we gisteren gewoon in een ramvol Ahoy. Het was mijn droom, maar echt met jullie, om dat met jullie te mogen maken, echt, echt fantastisch. En dan heb ik het over iedereen. Iedereen hier is gelijk. Of het nou een performer is, een zanger is, een kabeldrager is, iemand van het lichtgeluid. Want als ik niet in een mooi lichtje sta, is het niet tof. Als de camera niet draait, is het tof. Dus ik wil je uit de grond van Mart ongelooflijk danken. Dat heb ik ook vroeger geleerd van Ted Langebach. Dat Langebach zegt, als je in de club komt, is de portier net zo belangrijk als de toiletjuffrouw, als de barman, als de entertainer, als de directeur van de club. Want zonder de directeur is er geen club. Als je een vieze toilet hebt, kom je ook niet meer terug. Als je geen barmensen hebt, dus je moet het samen doen. En dat heb ik altijd gewoon meegenomen. Je moet het samen doen. Oké, komt ie aan. Nog een keer. In 3, 2, 1... Zo leuk is, ik ken Fred nog, had hij 3 gulden, 3 euro's in zijn portemonnee. En kijk nou eens, hè.
Ja, ik word daar emotioneel van. Nou, MTV is mooi, hè? Wat sterk. Helemaal in Ahoy, joh. Dat is toch te gek? Ik wil gewoon heel erg alles wat ik heel leuk vind. Nou, wie ik heel erg leuk en heel goed vind, is Richard Groenendijk. En Richard Groenendijk heeft een typetje, Jopie Parlevliet. Nou, die heb ik samen met Richard een beetje gecreëerd ooit. Want ze heeft ooit een talkshow gedaan. Heb ik de styling mogen doen van Jopie. En dat was een feestje. En toen dacht ik ineens, Richard Groenendijk, Jopie Parlevliet. Mag ik een oorverdovend applaus voor mijn Rotterdamse vriendin, Jopie Parlevliet! En dan die teringbroek, joh. Daar ken ik niet tegen. Dan ook nog zo'n tyfustrap. Maar dan mag de pret niet drukken, hoor. Daar gaat hij allemaal. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als jij me aankijkt, lieve schat. 2019 had ik bedacht. Nooit kunnen weten dat zij een beuken van een hit zou krijgen. Dus zij moet dan afsluiten met Tabby Nou op je mijl. En toen hadden we ook nog bedacht, hoe leuk zou het dan zijn als wij op een gegeven moment uit die streamers roze mondkapjes spuiten. Weet je wel, het gaat natuurlijk over die mondkapjes. Nou, en dat is ook allerlei. Dan ga je met productie en dan ga je met Marieke, die aanvragen. Ja, ik zou eigenlijk dan sperma in de zaal hebben. Ja, en ik zou op een gegeven moment 5000 roze mondkapjes in het publiek gespoten willen hebben. Nou, en dat gebeurde allemaal. En van 3 naar 2 naar 1. Hey, hoppakee. Godverdomme, wel inlegkluisjes, maar dat maakt me niet uit. En nou wel die kant. En van 3 en 2 en 1. Happelijk, het eet je natuurlijk de achterkant. Ja, bovenin niet, want je maakt niet van die goedkope teringplekken moeten kopen. Hier ook. En 3. En 2. En 1. Dat is leuk. Kijk eens allemaal, prik ik helemaal mijn poten. Daar gaat hij hoor. Ah, lekker. Hoi. Ik ben Jeroen. Dit is Boele. Boele speelt Boele. Kleine Fred. Oh. Nou, dan moet je je hakken niet, want anders ben je 2,80 meter als je die dingen aan doet die je net aan had. Echt, hè? Ik zag Kleine Boele bij I Can See Your Voice. En wat ik zo mooi vond aan Boele, is, ik denk dat hij 12 of 13 was. En dat hij tegen Carlo Bossard vertelde van, ik ben gay, ik val op jongens. En dat emotioneerde me zo enorm. Zo ga ik weer. Omdat ik dacht van, hoe fantastisch dat je op die leeftijd al de vrijheid hebt om zo te zijn wie je bent, dat je de vrijheid krijgt van je ouders. Dat emotioneerde mij. Ik dacht, deze gozer moet eens Kleine Fred spelen. Een grote inspiratiebron voor mij is The Greatest Showman, een film. Nou, als je die nog niet hebt gezien, moet je hem een keer kijken. Is fantastisch. En daar zit een nummer in, A Million Dreams. En dat is voor mij een heel bijzonder nummer, omdat, what the fuck. Dat staat voor dat je als dat nummer, dat staat voor als je jong bent en je hebt dromen en dat je ze ook laat uitkomen. En dat is eigenlijk ook een beetje wie ik ben. Ik heb vroeger ook altijd gedroomd en ik had nooit verwacht dat heel veel dromen ook zouden uitkomen. En ik had zoiets van, als hij dat nummer zingt, dan klopt het weer zo. Er is alleen een groot verschil tussen mij en Boele. Hij kan zingen en ik niet. Lieve mensen, Boele. Dat zit volgens mij ook in een stukje wat jullie gefilmd hebben. Dat hij wegloopt en dat ik nog zeg, 1 keer applaus voor Boele. En hij kijkt achterom. En je zag aan zijn hele houding. Hij slokte en hij slurpte het applaus naar binnen. Oh. Ja, fantastisch. Nog een heel groot applaus. Wordt ook
ook allemaal vriendinnen om me heen die zeiden van... Goh, je moet naar die Fred van Leer en dat is zo leuk. En we hebben zo'n topavond gehad en zo. Dus dat schonsde altijd wel. En nou ja, het zou natuurlijk in die tijd van de lockdown natuurlijk ook gebeurd zijn geweest. Dus ik heb al 2 keer, heeft hij het natuurlijk af moeten zeggen. En dat deed hem natuurlijk ontzettend veel zeer. Want je ziet gewoon dat hij echt een rasartiest is. En ja, wij vonden het zelf ook allemaal jammer. Want wij wisten inmiddels ook wel dat het geweldig ging worden. Als je nou die hele lijst van artiesten die er zaten. Maar ook hoe hij dat op heeft gezet. Ik vind echt, het is ook heerlijk om hier te zijn en even te kijken. En het is allemaal nostalgie, maar ook weer hele nieuwe dingen. En ja, het is echt heel bijzonder wat hij doet. Hey, niet verder vertellen. Maar, weet je wel? Weet je niet? Nou, wij weten het, maar zij weten het nog niet. Kijk, maar, dat bedoel ik. We zeggen niks. Wij zeggen niks, hè? Oh, heerlijk. Zo, heb je al gegeten? Wordt er goed voor je gezorgd? Ahoy, dan moet ik Anita Meijer hebben en Lee Towers. Want als er toch 2 mensen Rotterdams royalty zijn, zijn het Anita Meijer en Lee Towers wel. Lee Towers heeft 52 keer volgens mij solo Ahoy uitverkocht. Kus op het einde, heerlijk, mooi in beeld gebracht, ik hou er zo van. Ik geloofde erin, dat is ook mijn spreekwoord geworden, believe in your dreams. En dat is wat Fred ook doet eigenlijk. Wij waren zwaar christelijk van huis uit. En wij hadden 2 spreekwoorden. De een was, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. En het andere spreekwoord, dat is voor ons soort mensen niet weggelegd. Met andere woorden, schik je maar in je lot. En zo zal het ooit wel voor iedereen bedoeld zijn. Maar ik ging daar niet zo makkelijk mee om. Ik geloofde daar niet zo in. Ik geloofde juist in, als je gezegend bent met een gezond verstand, dan kun je eigenlijk alles worden wat je wil. Ik ben er trots op dat ik erbij ben. Bij mag zijn. Geweldig. Dankjewel, Fred. Als je dan een erkenning krijgt van iemand die zo lang in het vak zit en die zegt, dit, je doet het wel fucking fantastisch, wat doe je? En ja, dat is gewoon niet normaal. En ook Anita Meijer, die mij ook nog een appje stuurde na die shows van, dankjewel voor dit onvergetelijke weekend. Yes! Daar ben ik. Zet me de lekker, we moeten niet naar kijken. Hoeveel tijd hebben we? 3 kwartier. Oh, lekker. Ja. Wat vond je ervan? Ja, te gek. Echt te gek. Fijn. Oh, lekker dit, schat. Maar zie jij hier titels tussen waarvan je echt zegt, mij niet bellen? Fantastisch, No Living is Waited, dus daar heb ik iemand op begraven, maar prima. Oh. Nee, maar prima, Sophia is Baxter, Murder and Death, heerlijk, Rick Ashley. Ja. Dit is helemaal top. Ja? Ja, meid. Heerlijk. En ik zat erin. Dankjewel. Absurd. Echt gek en ja. Welke niet-zanger kan nou een Ahoy tot 2 keer toe vol krijgen? Echt heel bijzonder. Je kent Fred natuurlijk als stylist en later ook nog in zijn show Leer van Fred. Maar dit was echt, dit is gewoon uniek. Dit is gewoon, ik heb dit nog nooit gezien, dus ik vond echt heel trots was ik op hem. Het was heel bijzonder, heel intens. Ik heb er echt enorm van genoten. Dit is iets waar wij echt toch 2,5 jaar naartoe hebben gewerkt.
ik weet nog wel dat we in New York waren en dat daar, hè, dat daar ook al bericht kwam dat die show uitverkocht was. En toen, die show heeft heel lang in Freds hoofd gezeten en nu komt het eruit. Hè? En hoe alles bij elkaar komt en alle dingen die hij mij verteld heeft en hoe het allemaal in elkaar werkt, hoe alles eruit ziet en de energie en de muziek, dat is echt fantastisch. Dus ja, ik ben echt heel, heel trots op wat daar wat er gebeurd is vanavond. Toen het heel slecht met me ging, heb ik de versie van het Cilly Romblie naar al mijn vrienden gestuurd. Om hen te bedanken voor hun vriendschap. En dat is de liefde van je vrienden. En het is zo'n mooi nummer, zo'n mooie tekst. En hoe zij dat zingt, op de beelden kwamen er allemaal foto's van mijn vrienden. En als het nummer bijna afgelopen was, moest het stoppen met een foto van Michiel, een foto van Pleun en een foto van Pleun en Michiel. Want dat zijn mijn allergrootste, kleinste vriendjes. En dat is alles voor mij. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. Vertel er ook de waarheid. Hoe hard die soms kan zijn. Jullie hebben me vaak. Ik zal er altijd zijn. Ja, en toen dacht ik, nou, nu hebben we wel weer even genoeg gejankt. En ik zeg, we moeten een medley maken, Tjeerd, met allemaal vieze beukers. Weet je, vieze beukers. Gewoon echt. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Beuken was het. Echt. Maar ik was ook door mijn verschoning heen, hoor. Echt waar. Ik kon niet meer de poriën. En ik zat natuurlijk met make-up. Mind you, ik heb nog steeds zo'n laag pancake op mijn smoela, hè, waar echt geen niks doorheen kwam. Dat had Envy goed gefixt met fixspray. Dus ik was wel aan het zweten, maar het kwam er niet doorheen. Dus je kookt. Maakt niet uit, doe ik allemaal voor jullie. Doe ik allemaal voor jullie. Ja, zo ben ik. Wat gaat er nu gebeuren? Nee, nu gaat mijn vriendin, Envy, die gaat mij, nou, die gaat mij, het klinkt, ja, transformeren. Wat zij doet is echt, ze gaat je griemen, ze gaat je make-uppen. Nee, dit is echt, dit is gewoon kunst wat zij maakt. Dit is echt, wat Envy kan en wat heel veel queens doen, maar vooral Envy is gewoon, dat is moderne kunst. En dat is, het is echt zo. Want kijk, zo zie ik eruit nu. En straks is het, deze vriendin zeg maar, die zie je niet meer hoor, straks. Deze, zoom maar even lekker in. Juist, die is straks weg. Dit duurt zo'n 3 uurtjes, 3,5 uur. Ja, maar dat vind ik ook, dit is zo lekker. Dan heb ik mijn telefoon straks vast bij me. En dan gewoon muziekje en dan is het gewoon trutten. Hartseflat. Hartseflat. Ja. Lekker hoor. Zo, ik zit het daar. Ja. Wat gaan we doen? En dan komt Mart Hoogkamer de trap af en dan gaat hij zwemmen in Bacardi Lemon. En toen vroeg Mart bij de repetitie van de show, zegt hij, Fred, zou je het leuk vinden als ik in mijn zwembroek van de trap af kom? Ja, zeker. Ik zeg, ja, doe maar, vind ik leuk. En dan komt hij met zijn zwembroek helemaal dat lijf
vol met tatoeages. Dat vind ik echt de bom ook. En dat hele, de publiek vreet hem ook op. Het is zo'n goede gast. In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg. Je staat achter de bar van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg. Eigenlijk, tot nu toe, is de show gewoon heel leuk. En is er een leuk feestje? Ahoy, ahoy, ahoy! Ik ga stemmen in mijn tijger. Een echte tijger is niet te temmen. Ik ga stemmen in mijn tijger. Je kijkt me aan. Wat doe je met me? Nu komen we een beetje zo tegen het einde van die show aan. En toen had ik ook weer bedacht, ook inspiratie van de film The Greatest Showman. This is me. En dat is eigenlijk het intro stukje van wat er later komen gaat met For All Who Love. En This is me is gewoon een fantastisch nummer. En had ik bedacht, dan gaat ze dat zingen. Zij staat in het midden. En elke keer als ze zingt, komt er dan een type bij. Want we hadden For All Love, dat is een blok met een tableau vivant van allerlei artiesten. Drag queens, drag kings, dansers. Mooie mensen. Gewoon, op een gegeven moment stonden ze zo. This is me. Power, je moet zo bouwen. Dan. This is me, grang. The moment that we go into the oh. Yeah. Then they need to be in their right hand. Let me want them just to stand. Just to stand and a little bit like this. Just like a little this, bit of movement. Like a little bit this. So it's, okay. not Lemish. No, it's no. But it's very strong and it's she's singing and then just so it's very clean. This is me. Nu komt het intro van Marieke. En Marieke is al... Ik ken Marieke al vanaf mijn 14e. Ik heb verkering gehad met haar zusje. Heel lang geleden. Ja, raar verhaal. Gaan we niet te diep op in. Maar ik ken haar dus vanaf mijn 14e. We hebben samengewerkt in de Nauw en Wauw. Zij heeft me ooit gebeld. Fred, jeetje, ik wil even jou... gewoon even een brainwave met je delen. Ik heb een idee. Een festival voor homo's. Ik zeg, oh meid, homo's houden niet van blubber. Nou, gelukkig heb ze niet naar mij geluisterd, want dat was Milkshake Festival. Nou, voor de mensen die het kennen, Milkshake Festival is voor mij een van de tofste festivals. In één woord kan je het omschrijven als liefde. Fred vindt Milkshake natuurlijk te gek. Maar hij is ook ambassadeur van de For All Who Love Foundation. Dat is een stichting die we 7 jaar geleden hebben opgezet voor queer community, maar ook voor ouderen. We doen projecten tegen racisme. En we hebben onlangs heel veel mensen, queer en mensen van kleur, uit Oekraïne gehaald. Of in ieder geval van de grens gehaald en hier gehost. Toen Fred me vroeg om deel te nemen in zijn Fred & Friends show, toen dacht ik, ja, maar misschien moet dat voor All Love Foundation zijn. Zodat we echt wel een beetje awareness geven. Maar ook de toeters en de bellen waar we van houden. Want dan is het compleet. Zij had gelijk voor me dat iemand Somewhere Over the Rainbow zou zingen. Maar een heel mooi somewhere. Nou ja, nogal, ik moet niet zingen. En dat zou dan Do doen, want Do heeft die stem. En toen had zij ook bedacht, want dit hele blok heeft Marieke bedacht, eerlijk, verder. Toen zei Marieke, dan wil ik er een danser bij. En een balletdanser die op Somewhere Over the Rainbow zingt. Maar dan komt op de beelden komen er gewoon even wat facts naar voren. Van hoe het gesteld is in de wereld met het nog niet accepteren van de hele LGBTQ+ community. Dus, en dat heeft ze zo mooi gedaan. En ik had Marieke ook al in 2019 gebeld. Marieke, wat nou als jij met een heel tableau vivant van mensen gewoon een heel blok verzorgt? Maar dan gewoon, want ik wil, het is het einde van de show, ik wil nu, we hebben alles gehad, nu willen we housen. Ja, nu komt Envy Peru even ten tonele.
Envy Peru, winnares van Drag Race Holland, season 1. En zij komt die trap af, die showtrap af. Nou, iedereen vond het een kuttrap, want onze showtrap is een beetje de koopgoottrap van Rotterdam. Als je ooit in de koopgoot bent geweest in Rotterdam, lieve mensen, weet je, dat is een kuttrap. Je weet niet, moet je nou 2 trappen nemen of 1? Nou, het is gewoon kut. Zo'n trap hadden wij ook. Nou, die Envy, die komt er vanaf. Die kijkt niet eens naar beneden, rak, rak, tak. Gewoon helemaal, Let's Dance. En dan bij Let's Dance kwamen al die artiesten erbij. En toeters en bellen en, oh jongens, wat heerlijk. Fantastisch. Het ziet er goed uit, zeg. Wel. Ja. Volgende keer zag ik het hakken door. Ik zweer het. Het ene moment staat ze op het podium een performance te geven. En dan staat ze mijn pruiken te plakken. Ik hou ervan. Dat doe ik met liefde. Deze meid. Ah. Oh, ik ben zo trots op jullie allemaal. Allemaal, allemaal. Hoeren trots. Is dat de laatste? Ja, het is de laatste. Ze moeten er ook takkenbeeldig uitzien, dat weet je. En dan zou je denken, nou, dit is het einde, want het is Let's Dance. Nee, 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 nee. Want als je Lee Towers hebt en je bent bijna het einde van je show, dan is het toch maar 1 optie. You never walk alone. En ook dat past ook weer qua tekst, qua gevoel. En die man komt op en hij begint te zingen en bam, het exploderen. Blackout hier. Dan denk ik eens, ah, is afgelopen. Nee, nee. Dan ineens sta ik boven die showtrap. Aan die kut showtrap. Hè? Die koopgoottrap. Met die, maakt niet uit. Stond ik boven. En dan ging ik zingen. This is my life. Van Shirley Bassey. Nou, en dat is ook. Dat is het ook. This is my life. And I don't give a damn about lost emotions. Nou, soms wel. This great big world is part of me. Was daar een partij vuurwerk en confetti. En de grap is, dat zag ik pas later, hè? Want ik heb die show, en dat is nu grappig om te vertellen, ik ben 2 uur, 3 uur bezig. Ik heb die show helemaal niet gezien. Want ik kijk naar het publiek. Ik zie niet die show. En als ik achter ben, ben ik bezig. Ik heb niks gezien. Ik heb oortjes in. Moet je thuis maar even je vingers zo diep in je oren doen, dan hoor je eigenlijk niks. Zeg jij eens wat? Hallo, ik heb oren. Hè? Oh, het was echt heel... Vond je het mooi? Zo, ik heb zo... Ja. Het was zo fantastisch. Het was echt zo ontzettend fantastisch. Ja, echt. Dit is ook. Okay. Jij gaat natuurlijk helemaal beelden gaan die afterparty straks. Ja, ik denk het maar wel. Ik zou... Hahaha, teringwijf. En hoe ga jij? Ja.
Als dit eraf gaat, ben ik goed. En dan ik heb zin in een borrel. Ja. Voor het eerst. Heb je wel een paar gehad? Ja, dat weet ik. Dat zie ik. Ah. Maar je haar zit nog goed, dat is gek. Ja, moet wel, ik, ja. Dat, waar moet ik het mee doen? Ja, ik mis in een olietje. Zo wijd. Maar ik moet toch eerst met een... Ja, er zit olie op. Even. Kijk, hij is, maar dit dan. En ik ben zo lief, hè, met jou. Ik moet ook gewoon zo doen. Vind ze heerlijk, dat meid. Is wel het snelste. Oh, en dan jij ook helemaal zo. Ik neem aan dat er wel een aankondiging is, toch? Dat ik aan naar beneden kom. Showtrap. Jij hebt altijd een eigen regie, dus jij haalt altijd onze woorden uit onze monden. Voordat wij iets kunnen zeggen, kondig jij jezelf aan. Dames en heren, Fred van Nou, als je bek! Help, help! Ik ben alleen maar zitten janken. Echt waar, vond je het leuk? Ik vind het niet normaal. Dankjewel, schat. Ik ben niet normaal trots. Ik heb genoten van je. Dankjewel, schat. Love you. Meen ik. Dankjewel. Zo fijn dat je er was. Ik heb gewoon tranen gehad en ik heb kippenvel gehad. Dus niet dat je me dat kon bezorgen. Het is echt niet normaal. Ik ben zo trots op jou. Dankjewel, schat. Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Ja, zo'n feest. Drie dagen. Nee, dat weet je toch? Vanavond, vanavond gewoon lekker huilen. Er is een camera bij, is die van jou? Net voor mij. Oh, dan is het goed. Vanavond gaan we huilen. Met. Ja, maar het was fantastisch. En huilen we net zo lang maar tot dinsdag. Het is zo goed dat die emotie er ook in zat in de show. Mooi, mooi. Mooi. Ook huilen. Ja. Boelen en zo. Niet normaal, toch? Maar wat is hij gegroeid, hè? Ja, hij is ineens zo groot. Ja, bizar. Maar echt zo lief. Deze man, Bas van de Heuvel. Dit is de man van het orkest. Dit is de man. Ja, maar het lekker ook. Het voorstellen van die band vond ik zo lekker. Dat ging al en dan gaat het natuurlijk. Oh, dat kon ik wel uren blijven doen. Ja, je denkt dat orkest. Toen deed je het koor. Ja. Toen dacht ik, nee. Dat het in de band. Nee. Het lekkerste voor het laatst. Ja, waar is Mart opgegaan? Daar gaan we naartoe. Hij staat in de wacht. En ik weet nog dat ik Sheila belde. En ik zeg, Sheila. Heb je het leuk gehad? En ik heb het fantastisch gehad. En ik zit naar die opening show. Ja, ik zit ook naar die opening show te kijken. Vond je het leuk? Ik zeg, Sheila, ik... Ik heb een gevoel wat ik niet kan plaatsen. Ik zeg, ik... Het is echt een fantastische opening. Ja, dat klinkt misschien niet arrogant, maar ik doe heel veel toffe dingen... En ik weet ook als iets goed is, maar ik ga er niet op door. Ja, is goed. En klaar, en parkeer het echt door. Ik had een bepaald gevoel dat ik niet kon plaatsen. Het klinkt heel dramatisch, maar... En toen zei Sheila... Fred, dit is trots. Dit is wat trots zijn voelt. En dat heb ik nog nooit in mijn hele leven gevoeld. Ik heb... De mooiste dingen gedaan, de tofste dingen gedaan, ook kutdingen, ook van alles. Maar ik heb nog nooit een gevoel van trots gehad. Dit is het tofste en coolste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Lieve Fred, ik hou ontzettend veel van je. Ik ben zo trots op je hoe je dit gedaan hebt. Ik hoop dat de mensen weten hoe hard je werkt en dat mag gezien worden... Dankjewel vanuit de grond van mijn hart dat ik mee mocht doen aan jouw show. I love you en ik ben voor eeuwig trots op jou. De manier waarop je dat vanavond hier doet is echt ongelooflijk. En ik ben ontzettend trots op je. En je moet ook heel trots zijn op jezelf. Je bent een heel bijzonder en heel lief mens. En hou dat vast. Dankjewel. Ik vind het zo fijn dat jij dit gedurfd hebt om te doen. En het komt voort uit je eigen talent, want jij bent een alleskunner. En dat zie je vanavond bijvoorbeeld al. En ik hoorde het al om me heen gronden dat jij zoveel kwaliteiten had. Dus ik ben ontzettend blij met je en ik vind je een heel prettig persoon om ook mee samen te werken. Ik vind je ook heel lief. Fred, je weet, hè, wij gaan al way back en ik ben super trots op jou. Hoe je dat hier in het Ahoy vanuit jouw mind, hè, van jouw creativiteit, die je altijd gewoon heel goed hebt. Hoe dat hier ten uiting komt met al die artiesten en performers. En ik ben gewoon super trots op jou, maar dat weet je wel. I love you. Hou van jou. Het leven is kut en af en toe gebeuren er leuke dingen. Dat is nu mijn motto. Dan kan je ook niet meer teleurgesteld raken. En je neemt in je slipstream door je enthousiasme en door de manier, door je innemendheid, wen je iedereen voor je en je neemt ze
allemaal mee. En de een denkt misschien anders dan de ander, maar ze kunnen allemaal niet om je heen. En daar ben ik er een van. Ik ben trots op je. Dikke kus. Vanaf de eerste seconde is die show gewoon één soort bonte avond met never a boring moment. En dat is ook zoals ik er heel graag in sta. Never a boring moment. Mensen moeten gewoon bij de les blijven, iedere keer weer. En dat is precies hoe jij ook denkt. En nou, ik hoop dat we nog heel mooie dingen kunnen gaan maken. En ik vond dit een heel mooi project. En ja, dankjewel. Hij zegt wel eens dat hij mij achter behang kan plakken. Vind ik heel gek. Dat ik dat heb, vind ik volstrekt logisch. En vaak als ik geel zeg, zeg hij groen. En dan kijk ik elkaar aan van hou op. Maar dat is denk ik ook wel goed. Mensen vinden ons ook wel een soort ruziend stelletje. Maar dat is denk ik ook wel na 17 jaar. Maar het is met name, want trots is dat staat boven kijf. Maar ik hou echt van die man. Ja. Je hebt een show neergezet wat werkelijk ongelooflijk was. Met zoveel mensen die je blij hebt gemaakt achter de schermen, voor de schermen, in de zaal. Zoveel liefde. Ik ben zo trots op jou, Fred. Ik heb niet jouw voice gezien, ik heb jouw liefde gezien. I can see your love from the heart. I love you. Oh, wat afschuwelijk. Schokkende beelden, dames en heren, achter de schermen. Auw, 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 auw. Carlo, wat doe je nou? Auw. Zo, schat, ik kan het alleen niet met grappen bellen. Ja. Ik heb op jou gekregen. Ja. Toen je met het idee kwam, dacht ik, had ik eventjes een moment van, gaat dit werken? Maar jouw brein zei meteen van, dit gaat werken. En schat, the sky is the limit. Weet je, jij kan alles doen. Ik ben zo trots op jou en ik ben zo trots dat ik vriendin van je ben. Love you forever. Je bent een kanjer, ik hou heel veel van je. Je bent mijn beste maat. En dit gaan we vaker doen. En nog heel lang. Krijgt de tering vet. Hey, ik ben ontzettend trots op je. Ik weet dat ik mezelf een beetje heb opgedrongen voor deze show. Bij deze voor volgend jaar weer graag. Hey jongen, gefeliciteerd met deze fantastische avond. En ik hoop echt dat je er een klein beetje van kunt genieten. Ja, echt een hele grote kans dat ik gewoon op deze leeftijd al in Ahoy mag staan. Dat heeft Fred mij gewoon gegeven en daar ben ik echt heel blij mee. Hey, als je in het theater bent en je bent klaar, dan krijg je altijd... Applaus. Applaus, ja, ja, ja. Oh, oh, de grandeur, oh, de grandeur, oh, dank jullie wel. Oh. Ja. Nou, nu kunnen we weer janken.